jullie weer kijken naar een nieuwe video. Deze keer gaan we het hebben over de Connemara. Zijn jullie benieuwd wat deze Connemara ponies, waar ze vandaan komen en hoe ze zijn en nog veel meer informatie? Blijf zeker kijken naar deze video. Veel plezier! Doei doeg! Bij een nieuwe video van Jane Mini Hurricane. We gaan verder met de staltour en deze keer gaan we het hebben over de Connemara. Zoals jullie weten heb ik allemaal video's gemaakt over de staltour, maar doe ik niet alleen de staltour, maar doe ik ook een beetje rasseninformatie erbij. En dit keer zijn we dus aangekomen bij de Connemara. En de Connemara pony is ook weer een heel interessant, leuk ras om wat over te weten. En bij deze ga ik daarna ook jullie mijn Connemara's laten zien. En wederom zoals vorige week met de Clydesdale. Ik heb maar 2 Connemara's. En gelukkig wou Anna even haar poppetje, of met haar poppetje even langskomen. En haar Connemara. Om ook even wat opvulling te hebben. Want sommige ponies en paarden heb ik gewoon nog niet zoveel van. En ik hoop dat ze dan ooit een keer naar bazaar komen. Dat ik ze dan ga kopen. Maar voor nu moeten we het met deze doen. En ik ga jullie alles vertellen over deze ponies. Maar eerst ga ik jullie wat vertellen over het ras. Ik neem natuurlijk zoals altijd onze Pepper mee. Laten we Peppertje meenemen. Ik doe even mijn blikveld zo, want zoals gewoonlijk beviel me dat de verleden keer prima. We gaan naar buiten. En dan ga ik jullie er wat over vertellen. Zo, de Connemara pony. De Connemara pony is echt een heel erg leuk ras. En ook een ras dat eigenlijk al eeuwenlang bestaat. Dus ik ga jullie alles gewoon een beetje uitleggen. En dan hoop ik eigenlijk dat jullie deze video leuk vinden. En vinden jullie deze video leuk, doe alvast een duimpje omhoog. Want daar helpen jullie mij ontzettend mee. We gaan beginnen. De Connemara pony is een ras dat al eeuwenlang te vinden is in het land Ierland. Ze werden als rijpony gebruikt door de jagers in dit land. Dus eigenlijk mochten ze altijd mee met de jacht. Dat is ook de reden waarom vroeger eigenlijk heel vaak deze kleur, de valkleur, voorkomt. Kwam, want het was natuurlijk een beetje een schutkleur tijdens de jacht. Maar voor nu eigenlijk zijn de rollen omgedraaid en zijn de schimmeltjes wat de overhand neemt bij de Connemara. Dus dat is eigenlijk de meest voorkomende kleur, valk en schimmel. Ze komen ook in andere kleuren voor, maar de meeste kleuren zijn toch deze twee. En de valk heeft dus te maken met vroeger. Ze behoren tot de beste springponies ter wereld. En waarom ze dat zijn en waarom ze daartoe behoren, ga ik jullie zo meteen allemaal uitleggen. Deze pony is robuust met een edele uitstraling. Ze hebben de kracht en de uithoudingsvermogen. Even kijken hoor. Ze hebben de kracht en uithoudingsvermogen. Vroeger, maar even kijken hoor. Maar dat is, maakt ze dus, doordat ze kracht hebben en die uithoudingsvermogen, maakt dat tot een gigantisch goed rijpaard / springpaard. Hierdoor is hij, wat ik dus zei, uitermate geschikt als springpony. Nou, hier springt hij ook hartstikke mooi. Ze zijn ook sterk genoeg om een volwassene te kunnen dragen, maar ze worden eigenlijk voornamelijk gebruikt als kinderponies. Maar ze zijn groot en sterk genoeg om dus ook volwassenen te kunnen dragen. Ze komen uit het gebied Connemara. Uiteraard. Connemara ligt in het westen van Ierland. En in het westen van Ierland. En daar hebben deze ponies dus ook, zoals eigenlijk al heel veel paardenrassen, hun naam aan te danken. Wat mij wel eens opvalt, is dat de paarden dus vernoemd worden naar het land waar ze vandaan komen, het gebied waar ze vandaan komen, of het water wat daar in de buurt liep. Dus de Connemara is geen uitzondering. De Connemara komt dus uit het gebied Connemara. Ze leefden daar in een halfwilde staat en dat gebied waar ze in leefden bestond uit moerassen, rotsen en heel veel bergen. Daardoor hebben de Connemara dus nu nog steeds een perfect uithoudingsvermogen en heel veel kracht, wat dus de springkwaliteit van deze ponies vele malen verbetert. Ook zijn ze erg soepel en dat komt omdat ze natuurlijk alle rotsen op moesten klimmen en door het water moesten manoeuvreren. En ook dat zie je dus nu nog terug bij de Connemara pony. Dus dat is wel eigenlijk wel heel erg gaaf. Dat dus eigenlijk
de sterkegenen er niet in gefokt zijn, maar dat dat er dus langzaam ingeslopen is, omdat ze dus uit de bergen komen. En waar we dus nu eigenlijk dus nog steeds gebruik van maken, van deze perfecte, mooie sportponies. Uiteindelijk is er wel een beetje, om een beetje vers bloed in te krijgen, is er een Arabier en Andalusier bij ingefokt. Maar op dit moment is dus het stamboek gesloten voor bloed wat buiten deze paarden omgaat. Moet het echt alleen nog maar gefokt worden met Connemara's. En dus Andalusier en Arabier wordt nu niet meer geaccepteerd. Maar het zit er wel in. De Connemara is heel erg slim. Ze zijn vriendelijk en houden ervan om te werken. Dat geloof ik heel graag. Ik heb geen ervaring met een Connemara pony. Misschien jullie wel. Jullie kunnen het laten weten in de comments. Maar dit is wat ik heb kunnen vinden over deze ponies. En wat eigenlijk elke website of wat iedereen ook vertelt over deze pony. Dus ik neem aan dat dat ook wel gewoon zo is. Doordat ze uit de bergen komen, zijn ze dus van nature ook erg voorzichtig. Maar wel heel nieuwsgierig. En dat schijn je ook te merken tijdens het rijden. Dat ze inderdaad wel wat op hun hoede zijn. Maar ze zijn wel heel erg nieuwsgierig en leergierig. Ze zijn heel erg kwetsbaar. En vooral met hoefbevangen. Dus deze ponies is niet handig om op een vette weide te zetten of veel brokken te voeren. Want daar zijn ze dus heel vatbaar voor hoefbevangen voor. En dat wil je natuurlijk niet hebben als je liefdadige pony zoveel pijn krijgt aan zijn voetjes. Ook zijn ze heel erg bekend met ademhalingsproblemen. En dat kun je tegengaan door ze niet in een te vochtige en warme en stoffige stal te laten staan. Want daar kunnen ze dus ook niet tegen. Want dan krijgen ze dus problemen met ademhaling. Worden ze benauwd en nu nog wel veel meer. Dus dat is een nadeel van dit ras. Ze zijn dus erg gevoelig. Maar door hun slimme karakter en eigen wijzigheid zijn ze niet geschikt voor beginnende ruiters. Het schijnt dus door... Dus wat ik al zei, dat ze in de bergen hebben, of dat ze voorzichtig zijn. Zijn ze gewoon niet heel erg geschikt voor beginnende ruiters. En hebben ze dus een ruiter nodig die weet wat ze willen. En die het paard ook kan helpen daarmee. En dat hebben ze nodig. Maar ondertussen zie je ze wel veel op manege's die ze veel gebruiken. En dat heeft ook mee te maken dat het eigenlijk een krachtige pony is wat gewoon veel kan hebben. Dus daarom worden ze wel veel gebruikt. En aan de andere kant. Weet zelf, degene die allemaal paardrijden hebben paard gereden op een manege. Van dit soort ponies leer je gewoon het meest. Dat is gewoon een feit. De ponies worden tussen de 1,38 en 1,53 groot. Maar er zijn grotere paarden en grotere Connemara ponies gesignaleerd. En waargenomen. Maar het stamboek laat dat dus niet toe. Het stamboek laat eigenlijk alleen maar toe vanaf 1,38 tot en met 1,53. Eigenlijk was dat eigenlijk alweer het informatie wat ik allemaal heb over de Connemara. Het is niet heel erg veel, maar het is natuurlijk wel leuk om even wat over te weten. De Connemara pony. Nou ga ik lekker naar binnen en dan ga ik jullie mijn paarden even voorstellen. Ik zal Anne ook gelijk wel weer even uitnodigen. Dan kan ze even mee. Ik ga ze even kijken. Hierheen uitnodigen. Anne. Hoppatee. We hebben Anne gelijk uitgenodigd. Zo. Dan laat ik jullie gelijk even de ponies zien waar die van mij zijn. En dat zijn deze twee. Laten we beginnen met Pepper. Pepper heb ik laatste keer... Pepper heb ik met jullie gekocht. Dat weet ik nog wel. Bij het Ruiterfestival. Voordat ik toen 10.000 starcoins uitgegeven om paarden te kopen om te trainen tijdens het Ruiterfestival. Daar viel Peppertje ook onder. En toen heb ik die dus zo gekocht. Echt superleuk valkleur. Helemaal blij mee. Dan hebben we Fresh. Fresh heb ik toen die tijd van de app gekocht. Dus Fresh heb ik dus eigenlijk, om het zo te zeggen, van veel af aan. En zo overgezet op mijn stal. Dus vandaar dat Fresh er is. En dit is natuurlijk het paard van Anne. En hoe heet Anne de paard? Oh, Angel Soul. Maar Angel Soul is dus de schimmel waar ik jullie het over had. Dus het is of valk of schimmel wat je veel ziet. Eigenlijk was dit een beetje mijn staltour en rassinformatie over de Connemara. En ik hoop eigenlijk dat jullie het heel erg leuk vonden. Dan ga ik gelijk met jullie kijken wat de volgende is. En dan gaan we even de rassen bekijken. En de volgende ras waar ik jullie wat over ga vertellen is... Even kijken. Die hebben we. Volgende ras is de Curly. Dat lijkt me wel een heel interessant ras. Want hoe komt de Curly aan de krullen?
Hoe komt de curly aan die vacht? Ik heb geen idee. Ik ga het allemaal uitzoeken en ik ga jullie dat volgende week allemaal vertellen. Iedereen, super bedankt voor het kijken. Vonden jullie deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En dan wens ik jullie allemaal een hele fijne dag. Dankjewel, doei doeg!